Grietje Postma maakt landschappen. Landschappen net als Simon Dijkstra in de reductietechniek, dus houtsnedes. Haar landschappen zijn net als Simon Dijkstra ontstaan vanuit een gelaagde methode die ervoor zorgt dat ze een maximum aantal prenten kiest vooraf. Bijvoorbeeld, ze heeft 30 vellen papier klaar liggen en op die 30 vellen gaat zij de eerste laag drukken en vervolgens komt er steeds een laag bij. Waarbij ik bij Simon Dijkstra vertelde dat hij nogal beschrijft, zeg maar, hoe het landschap eruit ziet, zien we bij Grietje iets heel anders. Ze maakt ook landschappen, maar haar landschappen ontstaan in haar hoofd. Het zijn geen landschappen die we ergens kunnen vinden. Het zijn landschappen met een soort van universeel karakter. Nou komt ze uit het noorden van het land, Friesland, en zijn veel van haar landschappen wijd en open. Maar het is niet zo dat ze die natekent of naschildert, ze verzint ze zelf. Dat maakt haar werk weer op een heel andere manier interessant als het werk van Simon. Ook in haar boek, De gesneden stilte, wordt vooral ingegaan op de stilte die zij met het licht en de tinten in haar landschap weet te creëren.